klimaatstrijd in crisistijd. Waarmee we eigenlijk sinds de coronacrisis een serie online meetings en webinars voor en door de klimaatbeweging hebben georganiseerd. En dit doen we samen met een heleboel verschillende organisaties uit de klimaatbeweging. Het is een samenwerking tussen Extinction Rebellion, Milieudefensie, Fossielvrij Nederland, Code Rood, Internationale Socialisten, Greenpeace, Transnational Institute en Maastricht for Climate. Dat is een hele inspirerende samenwerking. Ik ben Nina en ik zal vandaag modereren in plaats van Kauthar, die helaas verhinderd is. Frank, een klimaatdichter hier bij ons, die eerst iets voor ons gaat voordragen. Dus die nodig ik nu uit op het podium. Goedenavond. Ik ga een aantal gerichte voordragen uit de bundel waar ik op dit moment aan werk. Die de introductie van het plot gaat heten. Het begon ermee dat ik een woord zocht voor de weg waarop jij en ik en zij kunnen lopen. Niet de startbaan waarop we alleen maar willen voortgejagen. Toen ik merkte dat het verschil tussen die wegen was vervaagd, vond ik het later terug in de leerboeken. Dus drong ik mezelf naar andere vermoedens dan. Ze voerden naar een open plek waar de twee geschiedenissen elkaar kruisten. Ooit een woord dat uitliep op een punt vlakbij waar de wateren zich splitsten. Wij stroomden er samen om vrede te vinden en technieken te fluisteren door de bomen, de fabrieken te overstemmen met ons gehum, te consumeren wat de kaarten ons hadden voorspeld. Zo stippelden we toch een route uit. Vragen onszelf nu hardop af. Wil je helpen met het bijhouden van de plot? Jezelf niet in de toekomst projecteren, op de kaart zetten, zoals Mercator of Hugo de Groot. Zij vonden de globe en de economische vrede uit. Ze hebben het terrein genomen en het opgerekt en vervormd door het recht op buit. En zo de overgang naar het oorlogskapitalisme gegrondvest op het platte vlak. Daarom zoeken wij nu onnavigeerbaarheid. Geen gesloten of open zee, maar een obscure, ondoorzichtig voor ontdekking. Daar waar het plot is gestopt. Zodat jij het gebied nadert om relaties aan te gaan die in een rommelige verstrenging te geven. De introductie van het probleem. Ze zei doen stotteren. Ze hebben me doen stotteren en niets meer wist ik toen zeker. Wat ik dacht te weten was plots. Het was alsof er plots problemen en een hele wereld aan problemen opkwam. Die nooit waren gesteld of eigenlijk nee. Zich eerder niet aan me geopenbaard hadden. Er heeft zich iets voorgedaan dat me iets heeft gedaan. En toen heb ik daarvan geprobeerd nood tot zelf iets vast te houden. Neer te krabbelen. Het ging vanzelf eigenlijk. Het werd zo een gewoonte. Ik bedoel al die manieren waarop alledaagse transformaties onze omgeving beïnvloeden. Wanneer je vermaakt wat stuk of versleten was geraakt, denk je niet aan grote revoluties of aan utopische plannen. Dit ene lapje is niet representatief, zegt Anat Singh. Er is niet één groep of strijd die op zichzelf het kapitalisme zal kunnen omverwerpen. Toch is dat niet het einde van politiek. Al die stukjes bij elkaar zijn latent gemeengoed. Doordat ze in elkaar grijpen, kunnen ze gemobiliseerd worden voor een doel dat jullie delen. Vanzelf gaat het niet. Wel door ze aan elkaar te stikken. Deze aaneenlassende stijl pas je ook toe op zoiets moeilijks als het organiseren van lichamen en tijd. Wat niets anders is dan het trekken en overtrekken van lijnen. Het creatieve plant niet, het doorkruist. Dat heeft het gemeen met weven, tekenen, maar ook abstraheren. Toch wil je het aanvoelen, zodat tastbaar wordt met wie je verbonden bent. Het spant erom. We moeten steeds weer blijven samenbinden. Niet vergeten wat de woorden hebben betekend. Soms weef je onregelmatige patronen. Soms haal je ze weer uit wat je hebt gemaakt om opnieuw te beginnen. Zo is het ook als je spreekt. Het is iets levends.
geen samenspraak, want dat is eerder een voorbeeld van omsingeling in de taal. Het naar elkaar wijzen. Nee, ik bedoel de prosodie die onbegrensd is, niet omcirkeld. Overigens is deze wandel geen bekoorlijke tocht door de natuur. Het zijn proposities. Die wijzen niet op feiten omdat ze hard zijn, maar omdat ze een voorstel zijn. De wereld zo in te richten. Dat zich ervaringen voordoen conform het feit. Gericht op het vaststellen van het mogelijke. Op een veld in wettering, waar een bevrijdingsfront voor gemodificeerde zaden was ontstaan. En op dat veld stonden ze. Werden aangeraakt. Overspoeld. Keken elkaar aan. Gebeurt dit echt? Ik moest ineens denken aan het woord voor open plek in het bos, waarna ik al zo lang zocht, tot ik ineens op lichting kwam. Dus dit is een woord dat weinig nodig is, dacht ik plots. Licht stroomde toen heel mooi het gedicht binnen vanuit het tumult van de deeltjes. En de woorden regen zich aan een in een keten. Bos werd forst, werd forum en klaarte clearing. Helaas werd het kwetsbare onderkomen zo ook een gebonden omheinding. Het woord voor wereld al niet meer bos en ook geen aarde. Mijn gedachten dwaalden ontbost en ontheemd af. Naar de eerste keer dat er zo'n lichting ontstond. Doordat de bossen gerooid werden. Wat de hemel voor de reuzen openreed. Ze begeerden haar en werden dakloos. Als ik dan lees over verhandelde vleermuizen, zie ik een continuum. Van peri-urbane plekken en primaire bossen. Voel ik het prijsgeven van onze longen. Snap ineens dat dieren zijn verstedelijkt. Als mensen, de open plek is oorlogsgebied geworden en een ruïne. Een immunologisch litteken. Zo weten we, vrede moet je sluiten. Op deze wijze legt hij uit. Vormen zich langs natuurlijke weg tijdelijk open plekken in het bos. Waar allerlei dieren en planten gebruik van maken. De afgestorven bomen dragen bij aan de zo gewenste toename van doodhout in onze bossen. Bovendien koloniseren allerlei jonge bomen en struiken die nu eens niet in het plantverband staan, de open plekken. Lokale boomsterfte draagt dus bij aan een grote natuurlijkheid van het bos, zonder dat we daar iets voor hoeven te doen. Een teken van grote vitaliteit. De farce is alleen dat de nota een natuurlijke bos bepleit met meer open plekken en dood. Maar dan wel alleen daar waar mensen beslissen dat het nodig is. Met andere woorden, het bos weet zelf niet wat natuurlijk is. Alleen wij mensen weten dat. Deze benadering gaat ervan uit dat het bos volledig maakbaar is. En moet zijn alsof de autonome ontwikkeling door natuurlijke processen een verwaarloosbaar detail is. Want de werkelijke bedreigingen van de bossen komen van buiten. Betoogt hij, de klimaatcrisis en de overmaat aan stikstof. Hoe moeilijk het is om de vrede onder woorden te brengen, besef je als je onderzoek zich richt op de grote literatuur en een stevige zwenk maakt weg van de leerdichter. Vrede in zijn concrete betekenis plaatst het ik binnen het bijbehorende wij. Deze relatie is in elke taalgemeenschap weer anders. Ieder wij is historisch gegroeid, lees je. Beducht. Zo is er in het Maleis een inclusief en een exclusief wij. Terwijl het Westen ondeemoedig een veroverend wij introduceerde. Het verspreiden over de aarde. Dat spreken we nu uit. Aarzelend, omdat je in aanwezigheid wilt spreken van dat wat je steeds dreigt te vernietigen. Nog een definitie van vrede. Al is die dan verloren gegaan of gewaand. Daarom volg je nu alsnog na, in de hoop dat het gesprek tussen strijdende partijen een wending neemt. Het heette ook wel palaver. Nu nog bekend uit palaveren, redekaderen, misleidende termen. Waar het om gaat, is niet dat je reguleert, maar dat jullie er allemaal al zijn hier en nu. What's going on wordt geïntensiveerd. Is daarom geen reparatie meer, maar waait uit. Je bedoelt niets anders is dan datgene waarvan we onterecht verstoken zijn gebleven. Zij die samengedreven en weggeveegd werden, kun je daarbij horen, onttrokken zich aan de arbeid, zoals de troepen het ongeregelde dat zich als een gerucht verplaatste, op zoek niet naar betere omstandigheden, maar naar de plaag aan de zwier was uit lust voor felheid en vrede. Laat ons met rust. We proberen hier te leven. Dit alles nu vaag
slecht herinnerd. Toch worden de losse gevallen door dit manuscript heen gevlogen. Nou, heel erg dankjewel. Dat was Frank Keizers van de Klimaatdichters. Frank, zou je nog heel even hier naartoe kunnen komen om iets te vertellen over wat de Klimaatdichters eigenlijk zijn en wat jullie doen? Ik ben niet betrokken per se bij Klimaatdichters. Ik sta in een bundel die zij hebben samengesteld, die vorige maand is verschenen. Daar ben ik op benaderd en dat is het eerste gedicht dat ik vandaag voordroeg. Dus ze hebben een primeur. Ja, zo zou ik kunnen zeggen. Ja, het is een beweging, een heel brede beweging van dichters die zich uitspreken over en tegen klimaatontwrichting. En die bundel is verschenen bij Uitgeverij Vrijdag en heet Zwemlessen voor Later. Kan ik aanbevelen. Ja, heel erg dankjewel. Ik denk ook supergoed dat we allemaal dat soort groepen hebben die zich uitspreken op dit issue. En taal is denk ik ook heel belangrijk. Ze hebben zelf de afgelopen jaren echt de overgang gemaakt van klimaatverandering naar het woord klimaatcrisis. Het panel van vandaag gaat over extreemrechts en de klimaatbeweging. Ik denk de afgelopen maanden ons heel erg hebben laten zien hoe relevant en belangrijk dit eigenlijk is. Omdat we steeds grotere normalisering en bredere verspreiding van complottheorieën en andere extreemrechtse ideeën zien die ons steeds meer ook confronteren op dagelijkse basis. En we hebben natuurlijk ook een paar weken geleden de fysieke intimidatie gezien van de anti-Zwarte Piet activisten bij hun demonstraties, bij de intochten. En natuurlijk hebben we ook allemaal van dichtbij meegemaakt hoe Kouter, waar we allemaal lang mee samenwerken, eigenlijk volledig het slachtoffer werd van een islamofobe haatcampagne nadat zij bij GroenLinks op de lijst kwam. Dus ik denk superveel belangrijke en relevante onderwerpen om het over te hebben met elkaar vanavond. Hoe gaan we hiermee om en hoe bieden we eigenlijk een strijdbaar antwoord hierop als klimaatbeweging? En om het daarover te hebben vanavond hebben we drie sprekers uitgenodigd. Om te beginnen is dat Hans Spijker. Ja, je kan op het podium komen zitten. Ja, daar. En jullie kunnen misschien allemaal online voor hem klappen. Hij zal het niet horen, maar het is altijd leuk. En Caitlin van KOZP. Dankjewel. En verder hebben we nog online bij ons aangesloten vanuit Duitsland Frida van Ende Gelände. Ik weet niet of het mogelijk is of jullie haar zien, maar ik kan ze even zwaaien. En voor haar hebben we dus eigenlijk de vertaling opgezet waar jullie ook de vruchten van kunnen plukken, mocht je het willen gebruiken. Ik had het net al heel eventjes over eigenlijk de fysieke intimidatie die we de afgelopen weken hebben meegemaakt bij de KOZP-demonstraties. Die jij denk ik ook, Caitlin, van dichtbij hebt meegemaakt. En Caitlin is niet alleen actief bij KOZP, maar ze komt ook op voor water- en landrechten voor inheemse mensen in Suriname. Maar om te beginnen wilde ik het heel even hebben over hoe jullie dat ervaren als KOZP, wat jullie allemaal precies mee hebben gemaakt. De afgelopen jaren denk ik, maar ook hoe dat over de jaren heen is veranderd. De afgelopen tijd, wat we eigenlijk zien is dat hoe minder Zwarte Piet in Nederland is, hoe groter het geweld wordt. En hoe meer agressie daar ook bij komt met de piek in Maastricht dit jaar. Dat was weer een nieuw dieptepunt na de blokkeervriezen. Ja, want wat gebeurde er precies in Maastricht voor de mensen die het niet hebben meegekregen? Ja, goeie vraag. Wat er in Maastricht gebeurde was dat we hadden een demonstratie aangekondigd. En via de pers was al gelekt dat dat op het Vrijthof zou zijn. Dat is een
best wel prominente locatie in Maastricht. En we proberen de autoriteiten aan te helpen herinneren van, hey, zijn jullie goed voorbereid? Krijgen jullie de mobilisatie mee die wordt ingezet vanuit de rechtse hoek? En daar, ja, daar bleken ze wat later pas echt licht van gekregen te hebben, waardoor we op het laatste moment moesten verplaatsen van locatie. En dan heb ik het echt over 2 uur voordat de demonstratie zou beginnen. En mensen vanuit het hele land al af waren gereisd om naar het Vrijthof te gaan. Dus dat konden we niet op tijd voldoende communiceren naar de mensen die zouden komen. En je weet ook niet precies wie er komt. Het is niet dat we iedereen's telefoonnummer hebben of zo van alle demonstranten. Dus daardoor was er een groepje dat wel op de juiste uiteindelijke locatie was. En er was een groepje dat op het Vrijthof was beland. En die onder politiebegeleiding geëscorteerd werd naar het Forum Mosaïe. En ja, ik reed onder begeleiding van autoriteiten naar het Forum Mosaïe. En we reden langs het Vrijthof en het stond daar gewoon echt vol met honderden mensen die de demonstratie eigenlijk wilden blokkeren. En dat groepje dat uiteindelijk daar is weggehaald, die werd ook echt belaagd met bier, eieren, aan de haren getrokken. Ja, er werden apengeluiden gemaakt, allerlei racistische haat werd over ze uitgekotst eigenlijk. En toen waren we uiteindelijk op het Forum Mosaïe. En ja, binnen 10 minuten zijn we echt omsingeld door honderden mensen, naar schatting is 1000 mensen, vijandig publiek, die van stenen tot glas, tot bier, tot eieren. En dan heb ik het nog niet eens over alle racistische dingen die werden geroepen. Wat we allemaal naar ons hoofd kregen. En er stond een heel dun lijntje ermee tussen. En toen zijn we uiteindelijk met een bus afgevoerd naar een geheime locatie om even veilig onderkomen te hebben en dan vanuit daar weer te kunnen verspreiden. Dus dat was de demo in Maastricht dit jaar. Ja, heftig. Mm-hmm. Ja, en dat zie je dat als een groter dieptepunt ten opzichte van de intimidatie die je vorige jaren hebben meegemaakt? Ja, ik denk dat het grootste dieptepunt daarvoor was de blokkeervries en de aanslag in Den Haag. Dit was een groter dieptepunt omdat het zo massaal was. En dat mensen daar ook trots op waren. En dat er opnieuw... Racisme is gewoon een misdaad. En het wordt aangevlogen door autoriteiten van, oh ja, we moeten toch met die mensen in gesprek blijven. En misschien moeten we met elkaar het dialoog aangaan. En misschien moeten we die groepen samenbrengen. Het is gewoon absurd. Dat het niet wordt gezien als bijvoorbeeld, ja, wanneer er een feministische demonstratie zou zijn en er zouden heel veel mannen op die manier intimideren, die demonstratie intimideren, dan zou niemand denken van, oh, misschien moeten we gezellig met die 2 groepen om tafel gaan zitten. Dus ja, dat was wel echt een absoluut dieptepunt en dat mensen daar trots op waren ook. Ja, ja, heel erg dankjewel voor die ervaringen. En vervolgens wilden we doorgaan eigenlijk naar de ervaringen vanuit Duitsland. En daarvoor hebben we Frida. Frida is actief bij Ende Gelände, die via burgerlijke ongehoorzaamheid strijden tegen de bruinkoolwinning en klimaatontwrichting. Dus ja, ik vroeg me af, Frida, wat jullie ervaringen in Duitsland zijn met extreemrechts en in het specifiek de klimaatbeweging. Hi, thanks for the introduction. Also, thank you, Caitlin, for your first input. So I'm going to talk a little bit about the German far right, and then I'm going to delve further into climate activism and their links to the anti-fascist movement, which has grown in the last few years. So basically, in the recent years, there's been like this new right-wing populist party in Germany called the AfD, which is called the Alternative for Germany.
And they've been really mobilizing like a lot of voters, and they've become this very strong opposition to centrist politics in some counties, like sometimes even stronger than, or a lot of the time stronger than the leftist movement and also the green movement, which to us is pretty terrible. And they've been really particularly dangerous to the climate movement because, first of all, in the media, and second of all, also like physically in like direct contact. If you think about the media, they are very strong climate deniers, and they call all like climate protests, like Friday for Future, they're saying just young people, pupils being like used for politics, basically, you know, all saying like, oh, there's these poor kids and they're just being instrumentalized and just shoved around to push through this like leftist agenda. And they've been verbally attacking Greta Thunberg. They've been trying to have the strikes forbidden. They've really been working very strongly against the climate movement. Since the climate movement in Germany has become stronger, the climate deniers have become stronger as well, which is pretty, well, terrible for us, because in reality, this means all this talk and all this populism means that when we do our actions as Ende Gelände, it becomes dangerous for us in a way, because one of the coal mining regions that we go into, where we block the coal mines with like 1 to 2,000 people, is like this area that's very highly dominated by the AfD. And we've been there two times, once in 2016 and the other time in 2019. And in 2016, we have been also, like you guys, we've been attacked with like bottles, we've been attacked with fireworks. And there was this like group of Nazis that would storm the climate camp and beat up people with like metal poles. It was pretty intense. And so after that happened, we really thought about, we were very intimidated, and we thought about, okay, should we go back there? And so in 2019, we went back there again. And also there was this like very strong far right mobilization against us, with like people putting up banners, proposing to smash Ende Gelände, and also like right wing police officers like forming alliances against us, basically. So to counter that, we started growing like heavy ties with the anti-fascist movement, which has like helped us in a lot of ways. In this particular situation in 2019, when we went back there and we knew there were going to be Nazis, we knew there were going to be right-wing people, we had anti-fascist groups that, first of all, would physically defend our action and would also monitor our actions in beforehand, like seeing what's going on in the right-wing networks and using like anti-fascist research methods to really find out who we can form coalitions with, who we can't talk to, stuff like that. And since that really worked out well for us, the anti-fascists and the climate movement really has, they've been learning a lot from each other last few years. Like they've been growing together through climate camps with like anti-racist, anti-fascist themes or topics, or we have been learning from the anti-fascists how to do more civil disobedience-like actions, where the anti-fascists would learn more about our, like, our communication, our organizational structures. So it's been getting better, definitely. And also the people that would go to our actions, to like Ende Gelände actions, would also go to, well, first of all, they were going to a coal mine, and the next summer they would block Nazis in the next city, basically. So the connections between that have been growing stronger. And I think what we have also found is that
we really need those like broad societal alliances to work against fascist movements. So we've been trying to build up connections that are more intersectional, that will combine anti-racist, anti-fascist and feminist movements to work against this union or against the rise of the far right. That's so much for me, thank you. Ja, heel erg dankjewel voor die ervaringen uit Duitsland. Als laatste panelist vanavond hebben we Hans Spijker van Internationale Socialisten. Ook actief als klimaatactivist. En ik denk als een van de weinige Nederlandse mensen had altijd een oogje in het zeil bij extreemrechtse media, wat ze zeggen, wat hun ideeën zijn en hoe ze zich organiseren. Dus ik ben heel benieuwd naar wat jouw analyse is van extreemrechts in Nederland op het moment. Ja, dankjewel voor de introductie, Nina. Ook heel erg bedankt Frida en Caitlin voor jullie indrukwekkende verhalen. Ook natuurlijk weer altijd schokkend om die directe confrontatie met extreemrechts te horen in Nederland. En dat is eigenlijk ook precies waar ik het nu even over wil hebben, over eigenlijk de wijdverspreidheid van extreemrechts gedachtegoed in Nederland. Dat is natuurlijk wereldwijd te zien. In Duitsland, zoals hier al werd besproken, maar ook in Spanje met een opkomst van een partij als Fox. We hebben in de Verenigde Staten natuurlijk Trump en fascistische bewegingen als de Proud Boys gezien. Maar ook in Nederland zie je zeker in de afgelopen twee decennia dat er een soort van wildgroei is aan extreemrechtse mediaplatformen onder andere, heel sterk. We kennen natuurlijk allemaal het tuig van Geen Stijl. Maar ook bijvoorbeeld meer recent is er een aspirantomroep voor de NPO opgericht, Ongehoord Nederland, die binnen vrij korte tijd 50.000 leden heeft kunnen krijgen voor een platform dat zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met het verspreiden van klimaatontkenning, haat tegen antiracisme activisten, haat tegen migranten, het verspreiden van complottheorieën zoals omwolking, cultuurmarxisme, et cetera. Dus dat zien we. We zien natuurlijk ook die wijdverspreidheid van extreemrechts gedachtegoed in Nederland geuit worden in het ontstaan en in het groot worden van politieke partijen als de PVV van Geert Wilders en Forum voor Democratie van Thierry Baudet, dat sinds de afgelopen crisis een nog explicieter neofascistischer profiel heeft gekregen. Een partij die een neonatie die in eigen WhatsApp-groepen allerlei antisemitische teksten uiten hebben gepromoveerd naar een hoge positie in hun eigen partij. En zo gaan ze om met neonatieteksten in hun eigen gelederen. En we zien natuurlijk ook in Nederland een steeds extremere vorm van online intimidatie, bijvoorbeeld via Twitter. Jullie is allemaal wel het neonazi-account Vizier op Links bekend, die activisten uit de antiracismebeweging, KLZP-activisten hebben er heel erg mee te maken, die gedoxt worden, waarvan voor achternaam worden verspreid, werkgever, adressen, zodat extreemrechtse activisten als het ware worden verleid om die mensen eens een keer een bezoekje te brengen. Met uiteindelijk natuurlijk het doel om die mensen die zich inzetten tegen racisme, tegen migrantenhaat, tegen islamofobie, om die definitief het zwijgen op te leggen. En we zien natuurlijk ook offline hoe dat zich manifesteert in gewoon echt geweld tegen, Caitlin vertelt het net, wat er gebeurt in Maastricht en wat er gebeurde natuurlijk al een aantal jaar geleden in Eindhoven met mensen die niet alleen racistische leuzen uiten, maar ook met eieren en stenen gooiden. En ik denk dat ook belangrijk is om vast te stellen, is dat we niet alleen zien dat antiracismeactivisten, moslims in het middelpunt van dat soort intimidatie komen te staan, maar ook in steeds toenemende mate klimaatactivisten. Ik kijk de afgelopen week bijvoorbeeld op Twitter en ik zie gewoon namen voorbij komen van mensen waarmee ik zij aan zij heb gestaan tijdens Extinction Rebellion demonstraties, weet je wel? En dat niet alleen, ook mensen die zich buiten die sociale bewegingen bewegen, academici, worden om zelfs het minst expliciete antiracisme al verdacht gemaakt. En ook iemand als Weerman Gerrit Hiemstra, die
tegen Baudet's klimaatontkenning inging op Twitter. En vervolgens riep Baudet op om die Gerrit Hiemstra te ontslaan. Nou, op die manier uitzicht dus die intimidatie, zowel offline als online. En ik denk specifiek over de klimaatbeweging en extreem rechts, dat je in Nederland ziet dat extreem rechts en extreemrechtse partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV inherent vijandig zijn ten opzichte van klimaatgroepen en klimaatwetenschap überhaupt. Ik bedoel, het is niet alsof ze naïef zijn over het bestaan van een klimaatcrisis of dat ze zich daar nog wat meer moeten in verdiepen. Nee, ze wijzen die radicaal af. En dat doen ze onder andere door daar een hele hoop nepwetenschap tegenin te brengen. Je ziet bijvoorbeeld hoe Thierry Baudet en Geert Wilders de bevindingen van een klimaatontkenningsdenktank als Clintel, dat ze daar vaak de bevindingen van aanhalen om te zeggen van nou zo zit het echt. Meer CO2 in de lucht is beter voor de plant, want planten houden van CO2. Weet je wel, van dat niveau is het echt. Nou ja, dat soort clubs als Clintel, die worden op zich door de fossiele industrie niet direct heel erg gesteund, maar halen een hele hoop klimaatontkenningsartikelen die ze eigenlijk uit de Verenigde Staten, die zelfs het ware recyclen en hergebruiken. En in de Verenigde Staten heb je wel veel duidelijker bijvoorbeeld clubs als de Heartland Institute, die vet worden gefinancierd door de fossiele industrie. En die eigenlijk alleen worden betaald om vooral heel veel verwarring en een soort van ander perspectief op iets wat zo evident is als de klimaatcrisis te presenteren. Even kijken wat ik nog meer kan zeggen. Nou ja, en die verdachtmakingen die houden niet alleen, beginnen niet of die eindigen niet bij het ontkennen van klimaatwetenschap, maar ook klimaatactivisten zelf worden als een soort van onderdeel afgeschilderd van een groter complot. Thierry Baudet die noemt de klimaatbeweging een watermeloenbeweging. Groen aan de buitenkant, maar social of communistisch rood aan de binnenkant. En zo worden ze afgeschilderd als een beweging die het eigenlijk die vijandig staat ten opzichte van het Nederlandse volk. En die volgens voorman van Forum voor Democratie dus het leven van mensen tot in de kleinste puntjes wil reguleren. En ik denk dus dat die vijandbeelden van onder andere, moslims, antiracismeactivisten, maar dus ook in steeds toenemende mate klimaatactivisten, ook echt een lijfelijk gevaar is voor klimaatactivisten. En dat zei ik al aan het begin van mijn praatje. Bijvoorbeeld zie je dat nu in steeds toenemende mate met het doxen van mensen die onderdeel van de strijd voor internationale klimaatvaardigheid uitmaken. Dus heel belangrijk dat we het hierover hebben in de klimaatbeweging. En ik denk ook dat we zeker heel erg goede lessen kunnen trekken uit wat Frida zoal heeft verteld over haar ervaringen in Duitsland met de AfD. Ja, heel erg bedankt voor deze bijdrage. Ik denk inderdaad heel veel om het over te hebben. Aan de ene kant, wat is extreem rechts? Wat zijn hun ideeën en hoe organiseren ze zich? En aan de andere kant ook, waarom is dat een bedreiging voor ons en hoe bewapenen we ons tegen die steeds verder wordende normalisering van extreem rechts? En we willen eigenlijk eerst nog beginnen met een kleine oefening, waarin ik eigenlijk benieuwd ben naar wat al jullie ideeën van de mensen die online aanwezig zijn, zijn over extreem rechts. En daarvoor hebben we een Mentimeter die als het goed wordt in de chat wordt gedeeld. En daarin hebben we twee vragen voor jullie. Namelijk, waar denk je aan bij extreemrechts? En wat draagt bij aan de normalisering hiervan? En zo gaan we allemaal woorden hiervan verzamelen. Ik zie nu dat volgens mij de verkeerde Mentimeter is gedeeld. Ja, die komt op een later moment terug. Ik zoek die eerste, dus met de twee waar we samen twee woordwebben
gaan maken. Om eigenlijk te begrijpen, ja, wat is, waar denken wij aan bij extreem rechts? En hoe kan het dat dit zo erg genormaliseerd is over de afgelopen periode? Is het inmiddels gelukt? Ja, oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Nou, er is nog niks binnengekomen hier. Of wel? Is dat heel klein? Racisme? Waar denk jij? Ja, hoe zou ik het zeggen? Totale vernietiging van democratie. Oké, ik zal het even iets harder zeggen. Hans zei totale vernietiging van democratie. Wat zou jij invullen, Caitlin? Haat. Ja, haat, ja. Brainwashed, fascisme. Verwarring. Caitlin zegt verwarring, die kan ik daar nog niet ertussen zien staan. Complottheorieën. En we hadden volgens mij ook nog een andere Mentimeter over de normalisering van extreem rechts. Of zijn mensen nog te druk bezig met deze invullen? Nou, waarschijnlijk te veel dat wij het niet meer kunnen lezen vanaf hier. Geweld. Intolerantie, geweld. Middenklasreactie. Anti-links, middenklasreactie. Anti-vakbond, nazi-geweld. Angst. Angst vind ik een goede. Intolerantie. Laatste strohalm voor het kapitalisme zie ik staan. Volgens mij. Dat is ook een goede. Intimidatie. Ja, zouden we ook naar die volgende kunnen gaan? Benieuwd of mensen die al hebben ingevuld. Nou, de tweede vraag is dus, wat draagt bij aan de normalisering van extreem rechts? Kijk, ik ben ook wel benieuwd wat jullie hiervoor kort zouden invullen in een Mentimeter. Geweld. Politiek en instituten. Ja, de politiek en de gevestigde instituten. Gevestigde media ook. Snappelingsreactie, zegt ook iemand. De media zwijgen van. Ja. Het is voor ons een heel moeilijk om dit te lezen. Trump, Forum voor Democratie. Twitter, ook een goeie. Zwijgen van andere politieke partijen. Ja. Angst weer. Ja. Niet uitspreken. Ja, goeie. En media staat hier nu ook volgens mij als grootste. Dat betekent dat hij als meeste is ingevuld door de mensen die online aanwezig zijn. En ik ben wel benieuwd, Hans, wat jij ervan eigenlijk van, wat jouw analyse is van de rol van de media hierin. Ja, ik bedoel, dan denk ik dat je het meteen moet vernauwen naar de, laat ik zeggen, gevestigde media. De grote dagbladen, tv-programma's en radioprogramma's. En wat je daarbij ziet, is dat in de afgelopen, laat ik weer zeggen, twee decennia vooral, ziet dat ook sinds bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, dat er steeds meer kritiekloos een podium wordt geboden aan overtuigde racisten, extreemrechtse lieden, zoals bijvoorbeeld een Baudet die in een praatshow bij Jinek bijvoorbeeld mag aanschuiven met een klimaatwetenschapper. Twee gelijken als het ware, om zo zijn onzin te verspreiden en eigenlijk een soort van kritiekloos podium krijgt om dat te doen. En tegelijkertijd zien we ook hoe in dagbladen, kranten als de NRC, dus niet alleen de Telegraaf, maar ook de NRC, de Volkskrant, ook columnisten echt onderdeel zijn van dat extreemrechtse gedachtegoed. Complottheorieën over cultuurmarxisme en omvolking gemeengoed proberen te maken. Iemand als Chris Rutenfrans bij de Volkskrant heeft daar bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in gespeeld. Dus op die manier zie je eigenlijk dat de gevestigde media, iets wat we zouden vertrouwen, iets wat zich erop voorstaat betrouwbaar te zijn, dat ze meehelpen met het creëren van spookbeelden over migratie, moslims en zaken als
de klimaatcrisis helpen, daar vertwijfeling over helpen creëren door ontkenners uit te nodigen en die een podium te bieden. Ja, ik denk zelf ook dat we dat heel goed zagen bij wat er rondom Kautar gebeurde, die te maken kreeg met de islamofobe hetze, waar je me eigenlijk in alle grote kranten, waar eigenlijk de vraag werd gesteld, waar ze ingingen op die aantijgingen van extreem rechts, in plaats van dat ze eigenlijk lieten zien van ja, er is hier gewoon één iemand die een geschiedenis heeft van extreemrechtse uitspraken, die zonder ook maar enkel daadwerkelijk bewijs haar in een zwart daglicht zet. Nou, je ziet het nu ook gewoon met visie op links. Een account dat ervoor zorgt dat mensen worden geïntimideerd, met fysiek geweld worden geconfronteerd. Dat wordt als bron aangehaald door nu.nl, door de NOS. En wat dat account verspreidt aan informatie, dat wordt als een echt nieuwsbericht opgepikt, in plaats van inderdaad naar de bron en de afzender en de bedoelingen daarachter te kijken. En de bedoeling is natuurlijk om mensen het zwijgen op te leggen, om ze te intimideren, om ervoor te zorgen dat dat geluid verdwijnt. Maar je ziet aan de Nederlandse media, en daar is ook veel kritiek op. Ik ben benieuwd hoe Frida over denkt, maar er is veel kritiek op vanuit buitenlandse journalisten. Het lijkt bijna alsof de Nederlandse media een media-instituut is, van een welvarend land, omdat ze zich kunnen permitteren om geen onderzoek te doen en niet die diepgang op te zoeken. Omdat ze niet de noodzaak voelen dat er dingen op het spel zijn. Dus ze kunnen de kantjes ervan aflopen. En ik denk op het moment dat, je ziet ook op het moment dat journalisten zich dat realiseren, dan gaan ze heel anders om met hun vak. Dus ik denk dat echt een gedegen, het vakmanschap, de ambacht van de journalistiek enorm is uitgekleed in Nederland. Ja, en jij noemde net ook de rol van de gevestigde politiek en de instituten, Caitlin. Mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Mm-hmm. Media is een onderdeel van dat gevestigde instituut. Je hoort dingen binnen de politiek die Pim Fortuyn zijn. Toen waren we daar nog gechoqueerd over. En nu zijn het ook linkse partijen die soortgelijke uitspraken kunnen doen over bijvoorbeeld vluchtelingen. Maar ook gewoon instituten, dat er niet structureel wordt gekeken van hoe opereren we onze praktijk eigenlijk en hoe is dat schadelijk voor onze directe of verdere omgeving? Behandelen we onze mensen intern? Is dat wel divers genoeg? Is het wel toegankelijk voor iedereen? Is het wel een veilige werk- en leeromgeving? Als ik alleen ook kijk naar overheidsinstituten, is dat lang niet altijd het geval. En dat is, ja, die zouden het president moeten zijn voor een gezonde samenleving. Dus juist als werkgever zouden ze daar zich heel erg voor in moeten zetten. En dat gebeurt gewoon niet. Ja. Ik zie, Hans, dat jij wil reageren. Maar ik wil eerst heel eventjes korte bijdrage van Frida over hoe het eigenlijk met die normalisering staat in Duitsland en wat jij ziet als belangrijke krachten daarachter. En daarna wil ik graag wat vragen vanuit de chat en uit de zaal. Dus als je die vragen hebt, denk erover en stel ze in de Q&A. Dan kunnen we mensen aan het woord laten. Even kijken of we Frida hier kunnen krijgen. Ze is volgens mij aan het praten, maar wij horen haar helaas niet. Nu wel. Hi, sorry, I didn't quite catch a big part of the discussion because the translation cut out. So I don't know what you guys already talked about, to be honest. I hope I'm not repeating anything. So your first question was about the normalization of far-right ideas. Is that correct? Yes. Okay. I think I still quite a bit of what Hans said, and I would definitely agree with that they have very clever use of the media. That's been their main tool, and I think what I would add to Hans's point is that also because there's been a lot of
different crises happening in the last few years. Like you would have, of course, now you have Corona, but before that you had like financial crisis and other like symptoms of capitalism that have really been putting a lot of pressure on people. So when it comes to that, since their living conditions and also because of the climate crisis have put like this intense, confront people with the system, with the failures of the system that they live in, they often turn to right-wing ideas because it's quite easy to convey crisis as a place where you have easy ways out. So basically, if you're like, okay, I don't really have a proper living situation, but probably immigrants have a better living situations than me. And that's how like racist or right-wing ideas get perpetuated, because the system is not really very well explained to people, or otherwise, or because it's very well, I would even say like hidden in the details. So people tend to project their problems onto marginalized groups. Ja, dankjewel. Ik wilde nu even gaan naar de bijdrages uit de vraag uit de Q&A. Ik zie dat er al best wel wat is binnengekomen. En het zijn voornamelijk vragen, dat is heel goed. Dat laat denk ik zien hoeveel vragen we over hebben. In eerste instantie de vraag van Ricarda. Ik vraag me af of die vraag live kan stellen aan ons. Nou, dat kan ik even kijken of... Kunnen jullie me horen? Ja. Ja. Ah, super cool. Hey, thanks. En bedankt dat ik vraag mag stellen. Ja, een van de dingen die ik me al heel lang afvraag is waarom de rechtse hoek zo tegen klimaatactivisme is en het klimaatprobleem zo ontkent. Want naar mijn idee zijn zeg maar de waardes die rechts heeft, zoals bijvoorbeeld het nationalisme en het geven voor je eigen cultuur en je eigen staat, zijn heel erg in lijn met wat je zou moeten doen om het klimaatprobleem op te lossen. Namelijk minder globalisatie, meer lokale dingen. En naar mijn idee is het strijden voor zeg maar, je eigen leefomgeving heel erg iets wat zou kunnen passen bij een rechtse ideologie. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom rechts het klimaatprobleem ontkent. Dus ik vroeg me af of jullie daar ideeën over hebben. Ja, ik kijk even naar de mensen op de bank hier. Of iemand van jullie hier graag op wil reageren. Ik denk ook dat het in brede zin ook te maken heeft met het karakter van de klimaatbeweging. Het doel van klimaatrechtvaardigheid in internationale zin. Dat is natuurlijk iets wat heel bedreigend wordt gevoeld, of als iets heel bedreigends wordt ervaren door extreemrechtse groeperingen die er juist op voorstaan dat ze hun eigen volk willen beschermen tegen inmengen en inmenging van buitenaf. Dus ik denk juist dat... Ik denk op zich dat er wel een goed punt zit bij Ricarda. Of Ricarda was je naam? Of, ja, Ricarda. Dat er wel een goed punt zit in het feit dat het wel zou kunnen, en dat het helemaal niet uitgesloten, dat vroeg of laat die klimaatcrisis zo verhevigd wordt dat extreem rechts zich inderdaad zal of inderdaad zal zeggen dat er iets is als een klimaatcrisis, dat daar tegenop getreden moet worden, maar dat gedaan zal worden vanuit een soort een nationaal, etnonationaal kader, waarbij dus het doel van de klimaatbeweging zoals wij die voorstaan, van internationale klimaatrechtvaardigheid, waarbij juist het globale zuiden ook wat nu het meest te lijden heeft onder een klimaatcrisis en juist door een radicale herverdeling van welvaart uit die situatie waarin ze nu zijn gestort door decennia, honderden jaren aan uitbuiting, kolonialisme, et cetera. Ik denk dat zeg maar, die vorm van klimaatrechtvaardigheid, of tenminste die vorm van klimaatbeleid, een hele andere vorm gaat aannemen bij
extreem rechts. En dat er een situatie zou komen in de nabije toekomst, waarbij niet meer is te ontkennen dat er iets is als een klimaatcrisis. Of die nou is aangedreven door mensen, dat nou, zou misschien nog een extreemrechtse groep ontkennen. Maar dat ze die zullen proberen te beslechten of op te lossen binnen de kaders van de etnostaat. Wat dus betekent nog steeds haat tegen vluchtelingen, haat tegen zwarte mensen, haat tegen iedereen die niet behoort tot die etnostaat, omdat dat dan wordt gezien als een, nou ja, bijvoorbeeld een gevaar voor het voor de eigen beperkte levensmiddelen bijvoorbeeld. En ook dat dan theorieën over overbevolking weer wat meer hun intrede zullen doen. Maar ja, dus ik vind het een lastige vraag in principe. En ik denk dat daar dus ook in korte tijd een verandering in zou plaats kunnen vinden. En dat we daar ook als klimaatbeweging heel bewust van moeten zijn. Dus op het moment dat extreem rechts ineens zegt, ja, er is een klimaatcrisis, dat we daar al echt meteen een heel serieuze kanttekening bij moeten plaatsen. Ik denk dat we te hard vasthouden aan linkse en rechtse politiek, of dat er links of naar rechts wordt gekeken. Ook omdat Ricarda aan de ene kant, wat je zegt, het klopt. Maar ik denk dat er twee splitsingen zijn op rechts. Eén is heel erg voor innovatie en een open winstmarkt. En de andere is best wel conservatief. En dat is ook de groep die racistische denkbeelden heeft, maar ook de complottheorieën over de klimaatcrisis. En die lopen een beetje door elkaar. En ik denk, hoe verder we in de tijd gaan, hoe meer er ook mensen die we nu categoriseren als links, hoe meer dat zich met elkaar gaat mengen. Dus dat hele politieke spectrum van links naar rechts, dat die ideeën langzaam op de schop komen. En dat het dreigend voelt. Kijk, ik denk dat de klimaatcrisis ook met zich meebrengt dat we ons anders moeten gaan gedragen. En dat is juist een directe aanval op het traditionele gedrag. Dus met de auto rijden of alles kunnen kopen in de supermarkt. Dat is iets wat heel erg genormaliseerd is in deze tijd. Dus ik denk dat er een paar lijnen door elkaar lopen. Ik kan ze nog niet helemaal super perfect voor je uitzetten. Maar ik denk wel dat we langzaam gaan toebewegen naar andere vormen van politiek in de komende 150 jaar. Die niet meer zo georiënteerd zijn op linkse en rechtse politiek. Oké, ik hoorde dat Frida ook nog graag wilde reageren op de vraag van Ricarda. I definitely agree with what has been said before. What I would like to add as well to your question, Ricarda, is two things as well. That if you think about the climate crisis and the strategic argumentation of right-wing people, basically, or if you think about the climate crisis in itself when it comes to people who live in the global north, like, we will hold on to our privileges for quite a while. Like, we won't be affected by the climate crisis for quite a bit. So denying climate change and holding on to your privileges is actually quite a strategically well thought out idea. Like, in Germany, the climate deniers are just like, because if you think about it further, if we want to effectively act against climate change, we're going to have to share our resources. We're going to have to size down in a lot of ways, and we're going to have to share with other nations or share our politics as a movement, as you said, Caitlin. And the far right don't really want to do that. They want to hold on and they want to size it down in that way. And so by just saying climate change doesn't exist, they're basically just like reinstating all their privileges all over. First of all, I want to say that. And second of all, in Germany, at least, we have quite a few right-wing climate protectors, or more like
echo of fascists who really believe in like protecting the earth and protecting, you know, national treasures and identities. So that's really something that we have to be careful about in the climate movement as well, because quite a few people tend to not really see the danger of the far right and really buy into these ideologies of like, oh yeah, I'm connected to my country and I really need to defend it against exploitation. Ja, dankjewel. Great, ja. Yeah. Ik heb nog wel een korte vervolgvraag op wat jij net zei, Caitlin, voordat we weer naar vragen vanuit de zaal gaan. Mm-hmm. Want we hebben het dus over het, eigenlijk de opkomst, normalisering van extreem rechts en wat we daarmee moeten doen. En jij zei van, oh, ik denk dat we naar een soort van andere politiek spectrum zullen bewegen, waarin die tegenstellingen anders zullen zijn of... niet op zo'n manier zoals we dat nu zien. Hmm. Ik vraag me zeg maar af, persoonlijk denk ik van, oh, we zien juist eigenlijk een tegengestelde beweging waarin we eigenlijk gewoon veel meer extremere ideeën zien die breder gedragen en meer genormaliseerd zijn. Mm-hmm. Hoe je dat dus eigenlijk ziet. Het haakt wel in op wat Frida net aanhaalt. Het hele conservatieve rechts en het hele progressieve links, hoe dat die verdeling die er heel lang is geweest, die verdeling, die hele heldere beelden die er heel lang zijn geweest, ik denk dat dat langzaam aan het vervormen is, zodat ze hetzelfde wat ze net aangaf, je kunt mensen hebben die heel fascistisch kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook wel voor die bescherming staan van de aarde of van de natuur en van de directe omgeving, maar dat dan op een bepaalde manier afkaderen, dat het niet gaat over dat de common pool resources eerlijk verdeeld moeten worden en gelijk gebruikt moeten kunnen worden door alle mensen. Dus die ideeën die daaronder liggen, of de motivatie om bepaalde dingen te doen, dat die dat de uitkomst misschien wel hetzelfde is. Dus we willen bijvoorbeeld allebei de aarde beschermen. Alleen de bron waarvanuit we dat doen, of de motivatie vanuit waar we dat willen, die kan wel aan de ene kant destructief zijn voor andere groepen of onderdrukkend zijn voor andere groepen. En aan de andere kant gaat het uit van een hele andere ideologie. Is dat een antwoord op je vraag? Ik denk het wel. Ik weet niet of Hans hier nog een korte reactie op heeft. Nou, het gaat hier dus hoofdzakelijk dus om het idee dat links-rechts in de toekomst dan zou komen te... Wat is het? Nou, ik denk wat Caitlin bedoelt, dat je dus mensen hebt die rechtse denkbeelden hebben, maar die zich wel dan identificeren met zoiets wat wij nu als een linksgedachte goed zien. Ja. Klimaat, opkomen voor het klimaat. Ja. Ik denk dat in de klimaatbeweging in Nederland in ieder geval zie ik dat als het gaat om ideeën over dat er zoiets zou zijn als overbevolking als reden achter de klimaatcrisis, dat best wel nadrukkelijk wordt getackeld in onder klimaatactivisten en ook wel best wel nadrukkelijk wordt geconfronteerd. Want het zijn juist dat soort ideeën, denk ik, die ook juist... al 200-300 jaar oud zijn en worden gebruikt om hele grote delen, voornamelijk dus niet de rijke West-Europese delen van de wereld, in stand te houden, terwijl we de mensen die nu al te maken hebben met de klimaatcrisis op basis van geboortecijfers willen laten slachtofferen. En ik denk dat dat soort ideeën dus over overbevolking en dat de reden zou moeten zijn van de klimaatcrisis, dat al best wel wordt geconfronteerd. Dus het gevaar dat op een gegeven moment mocht... Het gevaar dat mensen die zich nu zeggen in te zetten voor het klimaat, toch uiteindelijk zich achter fascistisch of extreemrechts gedachtegoed gaan scharen. Nou, ik geloof dat best wel nu al sterk wordt geconfronteerd, dat de risico in ieder geval tot een minimum wordt beperkt. Dus ik weet het niet, eerlijk gezegd, of dat,
of dat nu zo erg geldt. Ik zie het nu gewoon de klimaatbeweging in Nederland. Niet zozeer die eco-fascistische ideeën dat die gangbaar zijn, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, gelukkig. Ja, gelukkig onder activisten in ieder geval niet. Misschien meer aan de marges breder. Ik wilde nu in ieder geval weer naar een volgende vraag. Dit keer van Eddie. En of hij die vraag ook live kan stellen. En dit is een vraag aan Frida. Dus misschien kan zij daarna direct ook antwoord geven. Het lukt om Eddie live te krijgen. Misschien heeft hij de vraag. Ja. Het is niet Eddie, maar Janneke die de vraag stelt. hi from Maastricht. I'm going to pose the question in English, so translation can take a little breath. thanks for the interesting examples from Germany on how there are crossovers between anti-fascism and climate activists. I was wondering what you did to reach out to ordinary people in the area. We as anti-racist climate activists in Maastricht are discussing who were the hooligans on the Vrijthof, and we saw them with our own eyes on the Vrijthof. And I think we need more discussion on what exactly fascism is. And next to that, as some of you already pointed out, that people tend to look to the extreme right nowadays for ideas and solutions. What can we do? What type of slogans, for example, can we raise to let ordinary people understand that, in fact, we have common interests and not that they rather not turn to the extreme right? Maybe we can say stuff about affordable housing, free public transport. I was wondering if you have any examples or any ideas on this. Thank you very much. Hi, this is a great question. This is something that we are discussing in our political group a lot as well. And I can't really say, to my disappointment, that we have made like big progress in any of these matters, but I can talk about what we think could work out or what has worked out so far. So I'm going to start off with this coal mining region that I talked about that is quite dominated by like the right wing, by right wing parties, Lusatia. So basically what has been happening since we first went there in 2016 is that we've been like doing a lot of like ground, very basic, just networking connections. So we would contact leftist centers over there, try to support them, try to help, like, because a lot of time these people need resources, they need money, they need they need to feel supported, they need just different alternatives to start up new leftist projects or stuff like that. So we've been supporting leftist centers and doing like door-to-door organizing, trying to talk to the workers, because really what, at least when it comes to coal mining, that's really the thing. It's not really about us wanting to steal jobs or wanting to shut down the whole industry. What we are saying is that that the industries are going to have to change. And we need renewable energies, and we can't continue with coal. But you need the government to really to deliver funds to those people who are going to get lost in the energy transition otherwise, if we don't do it now and if we don't do it wisely, basically. So that's what we've been doing, like door-to-door organizing, networking, and also. What were you saying? Oh yeah, the other part of your question was how to reach like what you call ordinary people, basically. And we've been discussing that a lot as well. And what at least in the discussions I've been part of, we really thought it would be important to focus on stuff that really touches everyone. Like at the moment, for example, work. If you build up connections to workers' unions, stuff like that, that can really help. They're very powerful. Or if you touch on issues that really
hit these people in their everyday life. So maybe try to fight for a shorter working week so they see that you are also fighting in their interests. And that's not just like the far right or anyone fighting in their interests, but it's also like the leftists, like being for them. Sorry, now I talked a lot. I hope it wasn't too confusing. Nee, dankjewel. Ik denk heel verduidelijkend en interessant om te horen hoe dat in Duitsland aangepakt wordt. Ik ga nog even nog twee vragen uit de chat doen voordat we weer doorgaan naar een volgende Mentimeter. En als eerste instantie de vraag van Paulien. Kijken of zij die ook live kan stellen. Ja, dat kan. Hoi. Hoi, wat leuk dat het mag. Ik moet eerlijk gezegd even bedenken, want ik had er meerdere gesteld, maar welke bedoel je? Ik heb een vraag die staat, je hebt het zo geschreven. Wat is volgens jullie het tegengif? Ja, precies. Dus als je denkt aan oplossingen. Hè? We zagen net wat mensen ermee associëren met extreem rechts. Daar zag je bijvoorbeeld ook angst bij, maar ook, discriminatie en fobie. En wat zien jullie als het tegengif? En dan zowel voor individuele meelopers als voor de media. Hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Dankjewel. Ja, hebben jullie hier iets op zeggen? Ja, ik denk wat heel belangrijk is, is dat wat je een tijd hebt gehad, bijvoorbeeld bij verschillende klimaatgroepen die deel uitmaken van de klimaatbeweging, was er soms een neiging om jezelf als apolitiek voor te willen stellen, om zo de deur op een kiertje te blijven houden voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. En dat kan er wel eens toe leiden, of dat kan ertoe leiden dat je soms wat minder geneigd bent om je bijvoorbeeld uit te spreken als beweging tegen racisme, tegen moorddadig grensbeleid van de EU. Nou, ik denk juist dat de omgekeerde houding, namelijk daar wel heel duidelijk over zijn, en ook in het geval van extreem rechts dat heel helder analyseren en het beestje bij de naam noemen in feite, dat heel belangrijk is en dat in dat proces ook gezocht moet worden naar andere bewegingen die zich op andere strijdterreinen vooral bewegen. De antiracismebeweging, groeperingen die strijden tegen islamofobie, maar ook vakbonden die strijden tegen uitbuiting op de werkvloer. Omdat als je en vanuit het perspectief gekeken van de klimaatbeweging, strijd voor klimaatrechtvaardigheid, dan strijd je dus voor een radicale herverdeling in internationaal opzicht van welvaart. Dan strijd je voor een democratisering van de manier waarop we waarop we produceren en het vervolgens verdelen. En daarbij hoort dus ook dat, dat kunnen we als klimaatgroepering alleen al niet teweeg brengen. Dat kan alleen maar als we solidariteit smeden tussen verschillende groepen. En daarbij hoort onder andere dat we racisme, extreem rechts, principieel en zonder tegenhouden benoemen. Dus ik denk dat op die manier, eigenlijk, en dat gaat natuurlijk, dat is niet iets gemakkelijks, dat is niet om in één dag te doen, maar op die manier een beweging opbouwen, bestaande uit verschillende groepen die nu nog soms een beetje op eilandjes verschillende strijdterreinen aangaan, dat echt de weg vooruit is om uiteindelijk een massale beweging op te zetten die mensen kan overhalen op basis van een politiek vooruitzicht op een rechtvaardige wereld. En dat is veel, veel aantrekkelijker dan een ideologie die gebaseerd is op haat, complottheorieën en uiteindelijk bruut geweld. Dus ik denk dat een weg vooruit is. Het is natuurlijk een heel groot vergezicht, maar dat is wel, denk ik, hoe we moeten staan. Ja, heb jij hier nog iets op aan te vullen of ideeën over hoe we dat in de praktijk moeten doen? Ja, ik denk in de praktijk blijft het ook gewoon je
dat wat je kan of wat je vanuit je specialisme, vanuit je werk kan doen, dat je dat inzet om de samenleving te decoloniseren. Dus dat gaat niet alleen over antiracisme, maar dat gaat ook over klimaat, dat gaat ook over homofobie, gaat ook over islamofobie, gaat over alle fobieën waar we nu in deze tijd mee geconfronteerd worden. En als we een beestje bij de naam gaan noemen, is dat volgens mij de naam van het beestje. Decolonisatie. Dat komt allemaal uit de buik van hetzelfde schip, geloof ik. Decolonisatie dus. Er komen best wel veel hele goede vragen binnen via de Q&A. En daarom hebben we besloten om al deze vragen achteraf te delen via de mail. Zodat groepen hier zelf een discussie over aan kunnen gaan. En hun ideeën erover kunnen uitwisselen. En voor nu wil ik graag nog één vraag bespreken. Dat is de vraag van Marielle. Ben jij nog aanwezig thuis om de vraag live te stellen? Ja, welke vraag bedoel je? Ik had er meer gebeld. Ja, je had een vraag gesteld over hoe we omgaan met intimidatie. Ja, ik hoor vooral de verhalen over het Vrijthof en andere voorbeelden van dat extreem rechts ook echt fysiek aanwezig is. Dus ik vroeg me af wat de verschillende mensen die hier zijn en de organisaties die ze vertegenwoordigen, hoe die daarmee omgaan en hoe ze toch positief blijven en blijven strijden voor het goede doel. Ja, goede vraag denk ik. Ik denk misschien eerst een antwoord van Caitlin en daarna zou het misschien ook interessant zijn om van Frida te horen hoe ze dat in Duitsland doen. Ja, nee, vanuit Kikker Zwarte Piet, dankjewel voor je vraag trouwens. Vanuit Kikker Zwarte Piet hebben we veel met intimidatie vanuit rechts natuurlijk te maken. En het bizarre is dat we eerst heel veel met politiegeweld te maken hadden en op een gegeven moment moesten gaan vertrouwen op politie voor de bescherming ten opzichte van rechts, omdat het heel lastig is om je op een vreedzame manier te wapenen of jezelf te beschermen ten opzichte van mensen die niet bang zijn om geweld te gebruiken. Dus dat is een beetje het paradox waar we als Kick-Out Zwarte Piet in zitten. Maar wel waar je uiteindelijk op uitkomt om toch autoriteiten daarbij te betrekken voor de bescherming. Maar daarnaast ook het netwerk inzet om een beter beeld te krijgen van oké, wat is nou eigenlijk de dreiging die op ons afkomt en op welke momenten zijn we heel erg kwetsbaar. Zodat je vooraf daar een beetje rekening mee kan houden. En hoe blijven we positief? Hoe blijven we het doen? Omdat we, Hans net zei. In de war met die vriend van mij. Wat Hans net zei, is dat je doet het omdat je hoopt op een betere toekomst. En dat je kinderen dit gevecht niet hoeven te voeren. En dat zij iets anders kunnen gaan doen. Of wel voor hun talenten worden gezien en dat kunnen gaan inzetten. Dus dat houdt je scherp. En dat zorgt ervoor van dat is geen waardig bestaan voor de kinderen van de toekomst. Dus daarom blijven we doorgaan. En we steunen elkaar daar heel erg in. Waar we kunnen. We hebben hele fijne mensen in ons netwerk. En we proberen elkaar echt er doorheen te halen. En soms is dat zwaar. En niet iedereen lukt dat ook. Het zijn ook mensen die uitvallen. Dus het is niet. We zijn ook zeker wel niet fysiek in mensenlevens, maar wel mensen verloren in de strijd aan burn-outs of mentale toestanden die heel verdrietig zijn. Dus het is niet alleen een mooi verhaal. Ja, gelukkig zijn er nog heel veel mensen die hartstikke strijdbaar zijn. Mm-hmm. Niet dat die mensen niet meer strijdbaar zijn, maar die de strijd nog kunnen leveren. En Frida, ik ben benieuwd naar, in Duitsland is er, zoals je net al zei, een langere en misschien sterkere traditie van antifascisme dan in Nederland. En hoe eigenlijk die traditie zich ook vertaalt tot in de klimaatbeweging
En hoe jullie, ja, hoe jullie dat dus gebruiken om om te gaan met die intimidatie. Well, first of all, I think it's really important to say that very moving to hear from you, Caitlin, and I don't think that since the German climate movement is also like a predominantly very white movement, I think we face different ways of intimidation in that way, and I would never want to compare that. I think that's very important to say for me, and second of all, we have dealt with attacks from the far right in different ways. I think what we've adapted from the Antifa are, first of all, like just very plain strategies, as like Ende Gelände, for example, all dressed up in the same white suits. So it makes it harder for police or far right people to like to differentiate us. So like if we wear like uniforms, it's not you get targeted less. Then also what's been really important is like this way of like researching right wing networks and finding out what they're doing, how they're connected, and using that to really, as I think I said before, is to know who do we form coalitions with, where are we working, what are we working against, where are we going, where are we not going. So that's really, I think that's been really important for us, and also as Ende Gelände itself is in ways a result of the anti-fascist movement that has been around in Germany since, I think, in intensity since the 1980s. And I think a lot of the knowledge of organization and active protests have really just gotten into the climate movement. So I think that's what we've been doing in the very practical way. And also, I think the main thing is also to just become bigger. If you're just like a bigger group, you're much less likely to be attacked or in that way. So if you become a broader movement, you can defend yourself much better. So that's what we've been working on as well. We've been working on becoming broader and more diverse. For example, Ende Gelände now has like a BIPOC part that's really been very like, that's been introduced as a way of as a part of our protest to show that, I lost my train of thought, to implement our networking directly into our actions as well. Ja, heel erg dankjewel. En zoals ik net al zei, gaan alle overige vragen dus op de mail. En ik zie ook wel dat er tussendoor ook heel veel van die vragen deels beantwoord worden. En om verder te gaan met het panel, hebben we een volgende Mentimeter voor alle aanwezigen. Dus of die weer online kunnen worden gezet. De eerste is: in hoeverre voel je jezelf beperkt in je activisme door intimidatie? En dan kun je met een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe erg dat is, waarbij 1 totaal niet en 5 heel erg is. Dus ik ben benieuwd wat, hoe activisten dit ervaren in de praktijk en wat dit met hunzelf doet. En wij zien hier nu op het scherm volgens mij het gemiddelde en dus de twee pieken. Ja, het is nog aan het veranderen in zover de mensen stemmen. Hij staat nu op 2,5, precies in het midden. Hij zakt iets af, mensen zijn nog aan het stemmen. Je ziet dus wel... Het is nog een beetje aan het bewegen. Nu stabiliseert hij volgens mij. Dat mensen zich...
matig beperkt voelen in hun activisme door de intimidatie, door ja, deze vormen van intimidatie. En hierna hadden we nog een volgende mentimeter voor de zaal, waarin we eigenlijk vragen ja, om mensen om langere gestreven bijdrage te doen in deze mentimeter. En de vraag is namelijk, hoe stoppen we extreem rechts? Dus of die ook kan worden aangezet. En dit is eigenlijk ook de belangrijkste conclusievraag voor ons panel, waarin we dus nu eigenlijk ja, de ideeën vragen die de mensen hierna hebben na afloop van dit panel. Ja, en wat jullie ideeën hier nog over zijn. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik zie alleen nu een zwart scherm. Ik weet niet of het nou al gelukt is om hem aan te zetten. Hoe geïntimideerd ben jij in je activisme? Ik kan gelukkig 1 zeggen. Ja, of tenminste, het gaat van 0 tot 5? Of van nee, 1? Van 1 tot 5. Ja. Nee, ik kan dan 1 zeggen. Maar dat zal denk ik bij jou heel anders liggen. Ja, dat denk ik wel. Ja, wat zou jij hebben ingevuld als je dat... 4? Omdat we eigenlijk alleen maar vreedzaam kunnen demonstreren. Ja. We hebben, als het gaat over activisme, zeg maar. Ja, echt dingen die wetoverschrijdend zijn en dan met een tik op je vingers van afkomen daar... Dus dat gaat, als het gaat over inperken van je activisme. Maar niet het geïntimideerd worden dat je stopt met je activisme. Dat zijn andere vragen. Ja, ik ben natuurlijk zelf ook activist. Hmm. En wat ik zelf ervaar van, ja, als je in zo'n situatie bent waarbij je echt in de minderheid bent en te maken hebt met hele heftige intimidatie, dat je dan wel echt heel erg gedemotiveerd voelt. En ook wel echt zwaar beperkt in opzichte van... een situatie waarin je je sterker voelt. Dus ik denk dat voor mijzelf is dat ook best wel erg... Ja, net als wat Frida net zei, van... Het is echt belangrijk om te zorgen dat je groot bent, dat je met veel bent. Om je veel minder beperkt te voelen, denk ik. Ja, eens. Maar de beperking zit hem ook in de tijd die je kwijt bent... in voorbereidingen voor bescherming of achteraf door die intimidatie... dat je gewoon wordt gestagneerd letterlijk in het werk wat je doet. Ja, klopt. Dat speelt ook wel een grote rol, dat ik het vierde. Ja, dat is heel erg goed punt. Nou, de antwoorden zijn inmiddels hier ook binnen. Ze zijn voor ons nogal klein, dus een beetje moeilijk om te lezen. Ik krijg hier een laptop aangereikt. En ik zie hier een aantal antwoorden, die ga ik eventjes voorlezen. Ik zie fysiek ruimte innemen, ons blijven uitspreken... hun aansprakelijk stellen voor hun gedrag, solidariteit binnen alle rechtvaardigheidsbeweging, ik denk nooit volledig, altijd blijven uitspreken, massa creëren, solidariteit en samenwerking. Niet met ze in discussie gaan, samen een blok vormen, benoemen van wat ze doen en verder zoveel mogelijk negeren. Voor de rechter brengen, minder media aandacht voor extreemrechtse partijen, geweldloze communicatie, het moeilijke verhaal weten over te brengen, een beter alternatief hebben, een aantrekkelijker verhaal voor waar we naartoe willen en direct dwarsbomen van extreemrechtsactiviteit op allerlei manieren. Hashtag Black Lives Matter. Objectieve artikelen schrijven over bijvoorbeeld KOZP, waarin duidelijk is dat alleen pro-Zwarte Piet demonstranten geweld gebruiken. Uh-huh. Links moet brutaler worden. Niet, ik denk dat er altijd een vorm van extreemrechts zal blijven bestaan. Er zullen verschillen zijn waar extreemrechts van nu het in de toekomst eens zal zijn met het extreemrechts van nu. Maar het extreemrechts van de toekomst zal botsen met extreem links. Kun je nog heel even 1 keer naar boven scrollen, want daar gaat ik nog niet alles binnen. Hier staat nog links sterker maken, bouwen van een bredere tegenbeweging, maar uiteindelijk ook door te breken met het kapitalisme. Door in ieder geval onderling solidair te zijn en mensen direct aan te spreken op hun gedrag. Nou, dit zijn dus de ideeën die we nu hebben binnengekregen via de chat. Hoe stoppen we extreem rechts?
zag voornamelijk allemaal ideeën gericht op solidariteit en samen optrekken. Dus nu als afsluiter van hoe stoppen we extreem rechts, ben ik als eerste benieuwd wel naar Frida. Hi, that's a big question. What's the answer now? to be perfectly honest, I think that there's been a lot of good answers that I've already been said that I will not repeat now to build a bigger movement, to show solidarity to other groups that don't really have the exact same struggle as your own political group, but to build connections. And also, yes, to work with right-wing people in a way, but only to a certain extent. And I think that's the thing. I don't think you have one definite answers for this. I think we need a broad movement that does a lot of things. But still to fight the far right in its core is, I think, to fight capitalism, as basic as it sounds, because it's what triggers, it's what fuels the climate crisis and right-wing extremism. It's what creates this very hostile environment between humans. So I think the cue is not really to focus on right-wing people, but it's to focus on how can we change the system, how can we build up a better one, and build connections between more people, so we don't really need to focus on, I would say, the enemy, but instead on putting our energy into something more productive, to have this very rational way with this utopic extra bit on top. So yeah, I don't really have a long answer to that. Thank you, Will. Hans, wat zijn jouw... Volgens mij heeft Frieda al best wel een hele essentie genoemd in het bestrijden van extreem rechts. Namelijk uiteindelijk, inderdaad, zoals ze al zei, dat klinkt als iets heel groots. En dat is iets heel groots, het uiteindelijk bestrijden van het kapitalistische systeem. Want ik denk dat je extreem rechtse bewegingsgroei, het gemeengoed worden van extreem rechtse ideeën, kan zien als een soort van meest brute... vrede symptoom van een kapitalistisch systeem, vooral een kapitalistisch systeem dat een verval is, wat echt te maken heeft met problemen die mensen in hun dagelijks leven ervaren, zoals werkloosheid, onzekere huissituatie, sociale zekerheden die wegvallen, bezuinigingen in de zorg en het onderwijs. Dat zijn allemaal zaken ook waar wij als brede beweging een heel helder idee over moeten formuleren. En ook over dat kapitalistische systeem en een wereld waarin dat systeem verleden tijd is. Aangezien het, het wordt gekenmerkt door een extreem vernietigende, uitbuitende werking die het heeft op de wereldwijde samenleving. Dus ik denk dat inderdaad dat daar een kern in zit. Ik denk wel dat extreemrechtse ideeën, dat je die wel, dus zoals ik ook al in het vorige antwoord zei, dat je die wel heel nauwkeurig moet analyseren en ook moet analyseren waar het vandaan komt. Ook om tegelijkertijd weer te begrijpen waarom het zo belangrijk is om dat kapitalistische systeem aan te pakken en ook om die ideeën die eronder extreemrechts bestaan, die complottheorieën, om die te ontmaskeren. En ook om tegelijkertijd, op het moment dat extreemrechts niet alleen maar in media of online actief is, maar ook op straat is, dat je ook als brede tegenbeweging met de klimaatbeweging, met de antiracisten, met de mensen die zich tegen islamofobie en voor LHBTQI+ emancipatie sterk maken, dat je die ook confronteert. En dan zal je ook zien dat het masker van extreemrechts afvalt. Want
nou ja, ook zoals Caitlin al aangaf en ook al in de chat werd aangegeven, als je ziet welke kant geweld gebruikt, dan is dat altijd de kant van extreem rechts. Altijd de kant van de pro-Pieten. En daarom is het ook zo belangrijk om daar met brede bewegingen te staan, om ze niet het zelfvertrouwen te geven van we hebben ervoor gezorgd dat links zich niet langer op straat kan zien. Dus ja, kapitalisme bij uiteindelijk is de wortel van dit probleem van extreem rechtse opmars. En dat moeten we ook als brede beweging confronteren. Nou, Caitlin. Ik ga het helemaal oplossen nu. wat heel erg raakt aan dat wat Frida en wat jij zegt, want is dat we vanuit het opbouwen van die beweging, de antiracismebeweging vanuit Kick Out Zwarte Piet, nu door de jaren, wat deze zomer tot een piek is gekomen, een mandaat hebben gecreëerd, waardoor we eindelijk gesprekken kunnen gaan voeren met het publiek bestuur. Of dat deden we al, maar eindelijk dat er ook actie aan verbonden kan worden binnen die instituten. Wat ik denk dat heel belangrijk is, en daar zijn we heel erg aan bezig, we zijn nu een manifest aan het schrijven, waarbij we proberen die communities die misschien niet zijn alle ideeën precies hetzelfde, maar we willen in ieder geval dezelfde weg bewandelen, richting dezelfde kant op. En die te betrekken bij die processen, zodat je die beweging ook intern mandaat geeft. Dus die interne organisaties en sleutelfiguren ook mandaat geeft om vanuit die community te spreken. En daarbij denk ik dat het een hele belangrijke is om kunstenaars daarbij te betrekken. Omdat die ons een toekomst kunnen laten zien die er nu nog niet is. En ons daar ook hoop in kunnen geven en in kunnen laten geloven. Dus ja, ik denk dat er veel mensen geïnspireerd raken door muziek of door films of door fotografie of beelden of theater of kunst dat je in de straten ziet. Er zijn zoveel vormen die je kunnen prikkelen tot iets anders dan dat waar je op dit moment bent. En ook je ideeën kunnen confronteren om uiteindelijk ergens anders naartoe te gaan. Dus ik denk dat kunstenaars daarin een hele belangrijke rol spelen. Dus movement van een bewegingsopbouw. En academische schrijvers. Die de kennisproductie zijn vaak voor die gevestigde orde die zichzelf wapent met die onderzoeken. Dus daar moet gewoon ruimte worden gemaakt. Voor stemmen van mensen die onderdrukt worden. Als je structureel gewoon de helft van de wereld, bevolking, vrouwen, en structureel een nog groter deel zwarte en bruine mensen of mensen met een andere religieuze ideologie achterstelt, dan ga je als samenleving niet vooruit kunnen komen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar ruimte voor te creëren in een theoretisch veld. En ook dus binnen de kunst en binnen de bewegingen en organisaties daarmee mandaat te geven om uiteindelijk die gevestigde orde intern te kunnen veranderen. Dat is een idee. Ja, dank jullie wel voor de bijdrage. En ook voor alle bijdragen in de chat en de vragen die zijn binnengekomen. Die worden allemaal op de mail gezet. De sprekers Hans, Frida en Caitlin hebben ook allemaal van tevoren nog een kijk, lees of luistertip aangeleverd die we hierbij kunnen toevoegen. Caitlin heeft zelfs een speciale afspeellijst van allemaal muziek die haar inspireert voor ons samengesteld. Dus ik hoop dat ons verder brengt in onze strijdbaarheid tegen extreem rechts voor een rechtvaardige wereld. En volgende week hebben we weer een nieuwe decembersessie. De laatste decembersessie over de verkiezingen. En hoe we als klimaatbeweging naar deze periode kijken. Hoe we ons daarin organiseren en gebruiken in onze strijd. Dus ik hoop jullie daar allemaal weer te zien.
En voor nu als afsluiter hebben we nog een bijdrage van de klimaatdichter. Dus een groot applaus voor de sprekers en bedankt voor al jullie aanwezigheid. Wij het podium vrijmaken voor de dichter. Ja. De dichter van was de herfst van het systeem. En zo heet dat je nauwelijks nog gedichten schreef. Je kon alleen maar denken aan de instorting. Die regels, morbide symptomen van die narratieve crisis. Liederen zijn het niet, maar wat wel. Je denkt aan Bertolt Brecht, de populaire vorm in zijn gebedenboek. Gemeenplaatsen van nieuw bewustzijn vervuld. Dat hebben we nu ook nodig. Iets dat van mond tot mond gaat. En daar rondzingt tot het wijdser wordt. En uiteindelijk die verwoestingen zichtbaar maakt. Ongelooflijk dat het schrijven over bomen in de jaren 30 onverschillig was. Wat voor tijden zijn het? Wanneer het praten over bomen haast een misdaad wordt. Zo lijkt het alsof je zwijgt over een gruwel die plaatsvindt. Nu is dat anders. Het bos dringt zich juist aan je op. Al die plots die verwikkeld zijn geraakt en eigenlijk niet meer ontward kunnen worden. Alles. En je denkt aan het fascisme van toen en aan het huidige planetaire fascisme. Je weet wel, er bestond nooit een verschil tussen. Er ontbrak altijd al een erkenning van dat koloniale. Alles wat in de onontgonnen plooien stak, soms overboord werd gegooid. Als last het verlies schadeloos gesteld door de verzekering. Hier wil je tegenin gaan, anders verder vertellen. De overblijfselen zijn nu beetje bij elkaar geschraapt. Je moet wel geduld hebben, het kan niet anders dat etymologie soms onbetrouwbaar is. En als je dan weinig info vindt, vermoed je dat de kennis is verpletterd. Zo vergeten is sommige taal en herinnert zelfs niets meer aan de verachting. Zo verslagen voel je je bijna nooit. Je kunt eigenlijk niet verder tot je beseft dat ze misschien ook is geabsorbeerd. Er door de spijlen iets doorgelaten wordt. Je in de verbuigingen en stremmingen iets kunt horen uit die liefde dat anders is dan ontwikkeling. Waardoor intensiteiten kunnen oplichten waar je bij wilt horen. Al is het hoogstens iets vermoeds om niet dat woord gemeenschap weer te gebruiken. Achter de ontdekking van meer land kan de verwijzing naar de taalkundige onmacht van de moderne mens worden verborgen. Terwijl wat zich concentreert in de grammatica de nachtmerrie is van de bestaansoverheersing in de taalgevangenis. Daarom wordt Columbus geëerd en is Nebrija vergeten, schrijft Ivan Illich, zonder te eren. Zo dus verder met je onderzoek. Naar de bevrijding die geen vogelvrije verklaring is. Bij het einde was je aanvankelijk begonnen. Je eerste plan was schrijven over het rimpelen van catastrofale affecten. Hoe ze door je heen golfden. Terwijl je verkrampte hand schreef over het verkrampen. Of eigenlijk wreef. Je masseerde de materie zonder echte verlichting te kennen. Wel de zoete geur. Van verbrand plastic die je helemaal overnam. Wat we nu zien is een voorproefje voor wanneer het te heet is. En er geen schoon water is. En de luchtkwaliteit niet goed genoeg om naar buiten te gaan was je. En je dacht toen, het is al gaande. Altijd al geweest. Je begon dus maar in het midden. Schuimde de verslavende feet af. Dompelde jezelf onder in het gesprek dat brokkelig bij je binnenkwam. En meteen weer in de nervositeit.
Toen de gronden vrij toegankelijk werden, verpieterden ze juist. Dus gingen velen zwerven en werden opgejaagd met wetten tegen de landloperij. Zelf trok ik verder, van de eerste omheiningen naar de gevangenis toe, want ik was geïnteresseerd geraakt in de organisatie van de cel. Niet om de basis te romantiseren, maar omdat ik uit het weinige dat ik wist over politieke gevangenen iets afleidde, over de mogelijkheid van herstel. Je kon een wereldbeschouwing construeren op grond wat zij zichzelf hadden aangeleerd, in omstandigheden zo benard als deze. Ze werden bijvoorbeeld voor hun voedselzekerheid botanisten. Ze leerden de eetbare planten rondom hen kennen en kweken. Zo voorzagen ze zichzelf ook van kennis. Die was verwaarloosd. Actief werd tegengewerkt zelfs. Wat niet wil zeggen dat ze het geweld dat hun was aangedaan konden uitwissen. Integendeel, er was niets anders dan gelijktijdigheid in het maken en verwoesten. Bekijk dus altijd hoe de situatie er van onderen uitziet, in plaats van bovenaf. Kijk goed hoe de daders zich verspreiden en doe niet zo bedremmeld, jij, Marxist, zo van concepten verstoken. Die wortelen je niet diep. Hier heb je een methode, wel een beetje vulgair. Je treft haar niet zo gauw in een boek aan, maar ze werkt, door anders te doen. En zo begon in de cel een onderzoek. Ethnobotanie als overleven, wat nauwelijks verschilde van de onmiddellijke ervaring en geen leer voorstelde. Eerder cultivatie van een vlekkerige praxis die de verschillende lapjes bijeen moet, zonder vastgelegd stelsel. Dat vormt zich ondergronds. Je bent immers goedend bezig. Ook aan nieuwe solidariteit merkte ik. Ons organiseren is cellulair. Het vraagt niet om formele bewegingen, hoorde ik. In flarden van de gesprekken die ik opving.